Jelle, onze zoon, werkt nu sinds 2018 bij het SAV. Sleutelen aan vermogen, wat ook heel erg van toepassing is op Jelle. Want het leuke van SAV is dat er dus heel erg maatwerk geleverd wordt. En dat er ook iedere keer weer dingen gezocht worden die wel goed bij Jelle passen. En nou, dat maakt dat hij het daar ontzettend naar zijn zin heeft. Wat hem aangeboden wordt. Maar zeker ook de sfeer die er is, het contact met zijn collega's. Nou, dat alles bij elkaar maakt het werken bij het SAV voor Jelle een prachtige werkplek. Ik doe met de auto werken hartstikke leuk. We kunnen grapjes maken en dat vind ik heel, heel belangrijk om te doen. Ik heb veel plezier in mijn werk en dat is ook wat je moet hebben, vind ik. Mijn naam is Leonard Koppelaar, ik ben 48 jaar, ik ben eigenaar van SAV en SAV staat voor Sleutelen aan Vermogen. Kracht van SAV is vooral dat de mensen die bij ons werken uit hun isolement komen, sociaal-maatschappelijk gewaardeerd worden, opgenomen worden in de maatschappij en een goede plek daar krijgen. De meerwaarde voor bedrijven is dat zij sociaal-maatschappelijk betrokken zijn doordat zij ons dat werk uitbesteden. Een groot voordeel is dat zij daarmee hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid kunnen aantonen. Daarnaast wordt hun representativiteit door de nette voertuigen verhoogd. Hebben wij er werk van? En ja, zij worden er ook eigenlijk alleen maar beter van. Dus voor allebei de partijen is dat gewoon een succesverhaal. En dat doen wij met SAV. En SAV is op dat punt dus gewoon onmisbaar in de maatschappij. Mijn naam is Aartje Witte van TMC Wonen en we staan hier op ons logistieke centrum in Goes. Op deze locatie werken wij samen met SAV onder de naam Het Recycle Café. En in het Recycle Café worden oude spullen opgeknapt zodat ze verkocht kunnen worden in onze woonwinkels. Van allerhande materialen worden zowel kleine woonaccessoires gemaakt als grote meubelstukken zoals eetkamertafels. Zo zijn er ondertussen al een aantal bijzettafels verkocht vanuit onze showrooms en er staan alweer nieuwe producten klaar om de showrooms in te gaan. Zowel mijn collega's als ik genieten enorm van de samenwerking met SAV en het Recycle Café. We zien dat de plezier ervan afspat. En zo levert deze samenwerking in vele opzichten allerlei voordelen op. Voor SAV een ruimte waarin ze kunnen werken. Voor TMC een herbestemming van het afval en verkoopbare items waardoor we meer omzet kunnen draaien in onze winkels. Kortom, als TMC Wonen ervaren we de samenwerking met SAV en het Recycle Café als één groot succes. Ik ben William Langzijn, ik woon in Goes. Ik werk bij SAV en ik poes auto's en als we niks te doen hebben, dan houden we oude computers uit elkaar. Ik werk bij de 2 dagen bij TMC, in de houtbewerking. We doen schuren met schuurmachines. Ik werk al 4 jaar en ik heb al heel veel geleerd in de houtbewerking. En op SAV zelf. Ik doe het met veel plezier, doe ik dat. Hè. Ik ben Tim Gorter van Caravan Life Gorter. Dit is Vincent van den Bos, mijn collega. Caravan Life Gorter verkopen wij campers, caravans, maar ook accessoires wat je nodig hebt om te kamperen. Ook onderhoud, schadeherstel, kunt u bij ons bij het juiste adres. Wij vinden het fijn dat SAV mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt de mogelijkheid geeft om hun talenten tot uiting te laten komen. En daarnaast nemen ze uiteraard voor ons ook heel veel werk uit handen in het hoogseizoen. Want al die caravans die wij verkopen, die moeten uiteraard wel gewassen afgeleverd worden. In het begin was het even zoeken, ook in de samenwerking, naar de juiste manier om een caravan te wassen. Dat is toch iets heel anders dan het wassen van een auto. Maar inmiddels zijn we zeer tevreden over de geleverde kwaliteit van SAV. Onderdeel van ons werk is dat wij ook de caravans die gewassen moeten worden zelf brengen natuurlijk bij SAV.
Nou, mooiste momenten voor ons zijn toch dat als wij aankomen rijden met de caravan, dat met zoveel enthousiasme wordt ontvangen. Dat ze op de weg staan, netjes om het verkeer tegen te houden. Nou, dat is voor ons ook elke keer weer genieten. Je ziet dan ook bij wijze van spreken de twinkeling in de ogen. En dat doet ons ook heel goed. Ja. SAV is zeker meer dan alleen een bedrijf. Iedereen kan zijn persoonlijke omstandigheden boven zijn persoonlijke omstandigheden uitstijgen en succes boeken als hij gemotiveerd is en gepassioneerd is in dat wat hij doet. Dat is SAV.